Nou, welkom vandaag se Boeken Focus. En soos langer om gezet, het ek hierdie boek vandaag hierso. How to Become a Millionaire 22, geskryf deur Albert van Wyk. En hier is die man. Goeiemorgen. Hey, goeiemorgen. Is jij een miljonair? Jawel, dat is zo. Hoe oud is je nou? Ik is nu 24. Je hebt die boeken geschreven, was je een miljonair? Ik ben 22, ja. Dat is toen ik je merk gepost het. My goodness gracious. Nou, oké, vertel me eerst van jezelf. Van die boek in jezelf. Ik heb groot geworden in Waverley, Pretoria. Ik is naar HTS John Foster toe en daarna heb ik geswat bij de Universiteit van Pretoria. Ik heb een jaar gewerkt als bedrijfsingenieur. En toen ik besluit dat vat te veel van mijn tijd. Toen ik voltijds in entrepreneurschap ingegaan. Ik heb nu bezigheid. Wat betekent het entrepreneurschap? Je hebt je eigen bezigheden begonnen. Ja, ik heb nu mijn eigen bezigheid met de naam Gazeru. Ons doen webdesign, branding, social media management. En ik doe property investing. En ik is baie passievol oor entrepreneurschap en klein bezigheden. Is dit ook om die boek geskryf het? Ja, ja. Die reden voor die boek is. Ons krijgt niet financiële education. In school en so, yeah, yeah. Je leert een beetje van debiet en krediet, maar dat wijs je niet hoe om een goede investment te maken of je weet hoe om een goede investment raak te zien. En ons maak staat op ons vrienden en familie en ouders om ons financiële concepten te leren. En die issue is dat meer dan half van die populatie in Zuid-Afrika is in een laar of laar middelklas inkomstenstaat. Ja, yeah, ja. Yeah. So, je krijgt mensen in een laar middelklas inkomstenstaat wat andere mensen financiële concepten leer. En dit is die probleem. So die grootste les wat mijn pa mij geleerd het, is dat als jij een miljonair wil worden, moet jij leer bij een miljonair. En dit is die doel van die boek. Om die mensen die financiële concepten te leren, om hulle zelf te kunnen helpen om financieel zelfstandig te worden. Dus so wat ga je naar volgende? Die volgende stap is, ik is nu bezig om bij die scholen om te gaan in die land. Ik wil die woord verspreiden, ik wil die kennis verspreiden. En ik is ook bezig met entrepreneur en bezigheid consulting, om die jonge entrepreneurs te helpen. Ek sien baie die jeugd is half negatief oor ons landse yeah. opportunities en wat moontlik is. En ek dink hierdie kan het verander. Hoeveel besighede het jy nou al begin? Wel, ek het so 4. Ek het 1 grote en dan 4 micro-businesses en dan die property investment. En is hulle allemaal succesvol? Ja, hulle allemaal doen goed. Jy weet so, hoe dit is. Dat groei maar van onderaf op. En is daar nou al een besigheid wat jy al probeer het wat nie gewerkt het? Ja, nee. jy leer maar uit jou foute uit en so aan. So jy leer uit experience uit en partij val die mat en ander groei. Maar so, dit is hier maar nou die ding. Maar moet de mens geld om een besigheid te begin? Ik zeg nee, je hoeft niet. Ik heb met die vorige bezigheid, wat ons nu mee bezig is, dat ik met de 1500 rand begin. En wat voor bezigheid is het? Dat is nou Gazeru, ons doen web development. Oh, en, ja, ja. En ik meen net effort, ure, tijd, inzet. En dan groei hierdie bezigheid en investment. En eventually staan je met een groot bezigheid, wat baie waarde het. So is jy nou baie ryk al? Wel, soos ek sê, ek het net die boek geskryf op die miljonair merk. En dan is al 2 jaar later, so die dinge groei. Maar ja, ek denk die... Waar kry mens jou boek? Jy kan die boek online kry op www.millionaire22.com. En ek het ook een Facebook en Instagram page en al die dinge. Hoor jy, ek moet vir jou sê, dat ek denk, dit is wonderlik wat jy gedoen het. As ons allemaal op jou ouderdom miljonairs kan wees, gaan hierdie land een ryk land is. En dit is precies wat die mens moet hê. En dit is die ding, dis die ouwens, wat ons nodig het in Nederland. Ons moet hierdie goeders vir die mense leer, verstaan dat hulle het kan doen, dat hulle daar wel uit kan kom. Koop die boek, dat hy nog ryker word, en leer een paar lesse in die proces. Laat ek vir jou... Hierdie, dit gees jy sommer vir enige common ouwe, hoor. Hierdie is Willow Creek, dit is baie speciale product. Ek weet nie of jy kook so af en toe nie. Ja, ek los die kookwerk, maar vir die ander mense wat ken. Alright, gee hierdie vir iemand wat ken. Daar sê, dit is 1% van ons kant af. Baie geluk met jou. Sip nie weg, hond. Baie geluk met jou rykheid, hoor. Dit is een teken van succes. Oké, baie dankie daar. Dit is een teken van iemand wat die bestaande hulpbronne goed aanwend tot voordeel van homself en vir die rest van die land. Hierdie jaar maak ons verlede week se wenners bekend en gee nog 'n paar pryse weg.